Nou, voor de ECB is het onmogelijk om kwantitatieve verruiming te doen door het opkopen van staatsobligaties. Dat is een no-go area in Europa. Maar ze hebben de kans om in november alle banken die ze onder haar toezicht krijgen te dwingen te herkapitaliseren in plaats van een paar banken. Want dat zou het kredietkanaal in Europa weer op gang brengen. Kijk, er wordt alsmaar, vooral ook door de Engelstalige pers, gedrukt op dat de ECB zeg maar, op grote schaal kwantitatieve verruiming zou moeten plegen. Dus het opkopen van staatsobligatie. Nou, dat is een no-no in Europa. Het is verboden volgens het verdrag van Maastricht. Dan kunnen ze dat wel indirect gaan zitten doen. Maar dan heb je echt heibel en Nederland en Duitsland zullen zich tot het laatste toe verzetten. Dat moeten ze echt niet gaan doen. Maar ze hebben een hele grote kans in november. Kijk, de Amerikanen die hebben als eerste maatregel na de val van Lehman, hebben ze alle grote banken in Amerika verplicht om te herkapitaliseren. Nou, dat hebben wij hier niet gedaan. Dat komt door de fragmentatie. We hebben geen eenheidsstaat. De EU kan dat niet afdwingen. Dat houdt het gevaar in dat we net als in Japan, in het Japans scenario. Japan heeft na het breken van de huizenbel de banken zeg maar niet gedwongen om te herkapitaliseren, waardoor je zogenaamde zombiebanken kregen die eigenlijk 10, 20 jaar lang nauwelijks die economie konden financieren. Nou, hetzelfde probleem hebben we in Europa. En het zou gewoon geweldig zijn als de ECB zegt, we gaan eisen dat alle banken flink moeten herkapitaliseren. En dat betekent dus ook Nederlandse en Duitse banken. Ondanks al het gezang van deze en gene dat de Nederlandse of de Duitse banken er zo goed voor staan. Ik zou zeggen, dwing ze te herkapitaliseren op korte termijn. Want dan, als die banken weer voldoende kapitaal hebben, dan gaat het krediet ook weer vloeien. Dus dit is dé grote kans van de ECB. Als ze sterk in hun schoenen staan, doen ze dit. Als ze zwak in hun schoenen staan, dan laten ze dit ook weer voorbij gaan. Net zoals bij de vorige twee keren. Ja, en dan dat is wel het laatste, de laatste kans eigenlijk voor de ECB. Dus ik hoop dat ze dat gaan doen tegen alle populariteit in. Maar het is een hard medicijn, maar daarna gaat die economie echt weer draaien. Binnenkort treedt de EU-commissaris, de nieuwe commissaris Moscovici aan. Wat kunnen we van hem verwachten? Ja, zoals ook Draghi zelf zegt en ook anderen. Kijk, het is niet voldoende. Met het monetair beleid kan je een duwtje geven. Maar uiteindelijk werkt dat medicijn uit. En moet je structurele maatregelen nemen om die economie weer op het goede spoor te krijgen. En ook budgettaire maatregelen. En dat is het grote probleem in Zuid-Europa. De structurele maatregelen die ze daar hebben genomen om de arbeidsmarkt te flexibiliseren, et cetera, zijn nog absoluut onvoldoende. En er is nauwelijks politieke wil om dat te doen. Ook in Frankrijk, waar in feite zou Frankrijk aangepakt moeten worden en nu een aanwijzing krijgen. En zelfs een boete moeten gaan betalen voor 0,5% van nationaal inkomen, omdat ze weer het budgettaire tekort niet hebben teruggebracht. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want er zit nou dezelfde minister die het uit de hand heeft laten lopen, die is straks de commissaris die daarover moet waken bij de EU. Dus dat is al een absoluut zwaktebod. Maar dat is wat er nodig is. Met het monetaire beleid kan je even een duwtje in de goede richting geven. En daarna heb je de fiscale en de structurele maatregelen nodig om de economie echt op het goede spoor te houden. En daar is nog wel twijfel over.